Tot nu toe lopen de rupsen uitsluitend met de wind mee. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. En daarom hebben we wat metingen verricht. De zijkant van een rups heb ik verbonden met een veerunster. Aan de voorkant trekt mijn collega Steve ook met een veerunster. En we meten de krachten. En wat blijkt? Die krachten zijn ongeveer gelijk. Met andere woorden, het resultaat staat onder 45 graden, waardoor het beest op halve wind zou kunnen lopen.